Hey, goedemorgen. Wat leuk dat je kijkt naar deze online kinderdienst. Ja, echt heel leuk dat je er kijkt. Weet je wat we allemaal gaan doen? Nou, Rick, ik denk dat jij dat heel goed tegen de jongens en meiden thuis kan vertellen. Nou, we gaan zingen en Bijbelverhaal. Ja, ja, en door, en door. Nog zingen? Ja, ja, en aan het einde? Aan het einde kan je knutselen. En dan kan je naar de site gaan en er staat op wat je moet doen. Ja, goed man. Hey, en nu? Nu gaan we lekker zingen. Oké, nou, hele fijne dienst. Geniet ervan. Van de pottenbakker zingen. Doe vooral lekker mee. Oh.
Hallo jongens en meisjes. Hoi Rick, hoe is het met jou? Gaat goed? Je zit er weer mooi bij zo. Een beetje stilletjes. Je hebt niet veel praatjes. Nou, dan praat ik gewoon. Ik heb iets meegenomen, Rick. Kijk eens. Weet je wat het is? Weten jullie wat het is? Dat zie je wel, hè? Kijk, je kan hem helemaal lekker uittrekken. En als je hem loslaat, dan gaat hij er alweer in. Het is een hondenriem. Precies. Want ik heb ook een hond. Ik heb hem zelfs meegenomen. Even kijken. Waar is die? Basje. Oh, hier ben je. Kom eens. Ik ga je even laten zien. Kijk, hier hebben we Rick. En daar hebben we de kinderen. Kijk, je mag even kijken. Allemaal kinderen daar. Oh, vind je het niet leuk? Ben je bang van Rick? Nou, rustig maar. Rick is een lieve jongen. Snuffel maar even. Kijk eens. Hier heb je een lekker koekje. Oh, dat vindt hij heerlijk, hè? Ja, nou is het goed, hè? Bas is mijn vriendje. Ja, ik heb hem al 11 jaar. En ja, ik ben dol op hem. Maar hij is ook dol op mij. Hij volgt mij overal. Ik zou eens vertellen. Dan sta ik in de keuken. Wie zit er naast me? Bas. Loop ik naar de tuin? Wie komt er achter me aan? Bas. Ga ik naar boven? Dan gaat hij de trap gelukkig niet op, want dat mag hij echt niet. Maar hij blijft wel beneden aan de trap, net zo lang zitten wachten tot ik thuis kom. Tot ik beneden kom. En dat is ook zo als ik wegga. Dan gaat hij ook zitten wachten tot ik thuis kom. En blij dat hij dan is. Altijd blij. Bas volgt mij overal. En ik heb het wel eens geprobeerd. Op het bolwerk liep ik dan. Dan mag hij lekker los. En dan is hij aan het snuffelen en heeft hij druk. En toen heb ik mij wel eens verstopt. Dan ging ik achter een bosje staan. Helemaal weggedoken. En toen dacht ik, nou ben ik benieuwd wat hij doet. En ja hoor. Ineens had hij door dat hij mij niet meer zag. En ik zag dat hij rondkeek. En hij ging meteen zoeken, zoeken. Ja, hij had me zo gevonden. Want zijn neus is goed, hè. Hij ruikt het gelijk. En blij dat hij was. Dat is Bas. Bas volgt mij overal. In de Bijbel staat een verhaal over Jezus. Jezus die volgelingen zoekt. Want Jezus is een grote man geworden, volwassen. En nu moet hij aan het werk om aan de mensen het evangelie te gaan vertellen. Om wonderen te gaan doen. En dat wil hij niet alleen. Hij zoekt discipelen, leerlingen die hem gaan helpen. Die ook altijd bij hem zijn. Die hem volgen, net zoals Bas mij volgt. En het is zo begonnen dat toen Jezus een volwassen man is geworden, dat hij gedoopt is door Johannes de Doper in de Jordaan. En op dat moment is er iets veranderd. Toen begon het werk van Jezus op de aarde. Want eerst was hij gewoon de zoon van een timmerman. Maar hier gaat het echte werk beginnen. En toen waren er twee discipelen, of twee mannen, die zijn discipelen al werden gelijk. Want dat kwam omdat Johannes echt naar hem wees. Johannes zei, kijk eens, deze man is de zoon van God, het lam van God. Hem moet je volgen. Johannes was maar een gewone profeet, maar Jezus is de echte lam van God. En daar moet je bij horen, daar moet je achteraan. Nou, toen zijn Andreas en Johannes zijn eerste discipelen geworden. En Andreas, die gaat het meteen aan zijn broer vertellen, aan Petrus. En hij zegt, Petrus, luister, ik heb nu iemand gevonden waar ik altijd bij wil blijven. Ik ga hem volgen. En Petrus, hij gaat ook mee. Ook Petrus gaat Jezus volgen. 3 discipelen heeft de Heer Jezus dan. Dan gaan ze naar Filippus. Ook Filippus gaat Jezus volgen.
En ze worden blij, want ze horen bij Jezus. Ze willen alles van hem weten. Ze willen bij hem blijven, achter hem aangaan, altijd. En Filippus gaat het vertellen aan Nathanael. Nathanael, moet je eens luisteren. Weet je wie we gevonden hebben? Het is Jezus. Kom. Jezus? Wie is dat dan? Je gaat toch zomaar niet achter iemand aan die je niet kent? Ja, maar Jezus is de Zoon van God. Hij komt uit Nazareth. Oh, zegt Nathanael. Uit Nazareth? Nee, daar kan niets goeds uitkomen. Ja, kom nou maar mee. Kom maar eens kijken. Nou, oké, Nathanael gaat toch mee met Filippus. En dan komen ze daar bij Jezus. En Johannes en Andreas zijn daar ook. En Jezus ziet hem al aankomen. En dan zegt Jezus, kijk, daar is een man in wie geen bedrog is. Hij bedriegt niemand, een eerlijke man. En Nathanael kijkt, hoe kan hij dat nou weten? Dus hij vraagt ook, ja, maar hoe kent u mij dan? Ik heb u nog nooit gezien. En dan zegt Jezus, ik ken je al toen je daar bij die vijgenboom zat, dat je onder de schaduw, onder de bladeren in de schaduw zat. Toen al kende ik jou, ik ken jou helemaal. En je gaat van mij nog veel meer wonderen zien, want Nathanael is helemaal verbaasd. En hij zegt, ik wil ook bij u horen. Ik wil ook uw discipel zijn. En dan gaat ook Nathanael mee. Dus dan hebben we Johannes, Andreas, Petrus, Filippus en Nathanael. 5 discipelen die achter Jezus aangaan. En er zullen er nog meer komen. Weet jullie hoeveel? 12. Uiteindelijk krijgt Jezus 12 discipelen. En weet je wat zo mooi is? Hij zegt niet, eens even kijken. Nee, die Petrus doen we maar niet. Dat is een beetje een driftig mannetje. En die Nathanael, die twijfelde al. Die was al helemaal niet zo enthousiast. Zullen we die ook maar niet doen? En ja, eigenlijk die Andreas is ook niet zo'n slimmerik hoor. Dat was maar een gewone visser. En ik weet niet of dat nou wel zo'n goede discipel zal zijn. Zo is Jezus niet. Hij zegt, volg mij. Kom maar mee. Het maakt niet uit of je nou heel slim bent, ontzettend knap. Of dat je heel handig bent. Of dat je heel erg lief bent. Het maakt niet uit of je driftig bent. Of een beetje stoer. Of soms een beetje ondeugend. Of juist heel aardig. Iedereen mag bij Jezus komen. Iedereen is welkom. Hij stuurt niemand weg. En als je zijn discipel bent, dat zijn wij toch, kan het zijn dat in het begin al die woorden van Jezus nog een beetje moeilijk zijn, dat je het allemaal nog niet goed snapt. Heel die Bijbel, al die verhalen, het zegt je soms ook nog niet zoveel. Het lijkt wel of het een leeg boek is. Maar steeds meer ga je van hem weten, steeds meer ga je van hem begrijpen. En die verhalen in de Bijbel worden eigenlijk steeds duidelijker. Je leert ze kennen, je leert Jezus kennen. Door de verhalen in de Bijbel zie je wie hij is. Wie hij was en nog steeds is. En als je echt van hem houdt, dat je zegt, ik kan niet meer zonder Jezus, hij is het allerbelangrijkste voor mij, dan gaat de Bijbel echt kleur geven. Dan zie je de wonderschone verhalen. Het rijke evangelie. Jezus kwam om verloren mensen te redden. Hij kwam omdat hij zoveel van mensen houdt. En omdat hij niet wil dat er maar eentje verloren gaat. Iedereen is welkom bij Jezus. Zullen we bidden? Lieve Heer Jezus, als wij zo gaan bidden nu, dan weten we dat we welkom zijn. We weten dat u luistert, dat u naar ons hoort. We weten dat u van ons houdt. Want al zo lief had u de wereld, dat u zelf kwam naar de wereld om verloren mensen te zoeken en zalig te maken. Dat er volgelingen mochten komen, discipelen. En Heere, wij vragen u, laat ons ook echt uw discipel zijn. Dat wij uw leerlingen zijn, dat we steeds meer van u willen weten, dat we u beter leren kennen en dat we u volgen altijd. Waar u ook heen gaat, wat de weg ook zal zijn, wij willen Jezus volgen. Want dat is de beste plek. Dat we eigenlijk zo trouw worden als een hond.
die ook maar altijd achter zijn baasje aanloopt. Dat wij ook zo achter u aanlopen. We kunnen niet zonder u, Heere. Geef ons een hart dat echt van u houdt. En dat we zeker weten, Jezus is onze baas. Jezus is onze leider. Hij is de allerbelangrijkste. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Als laatst gaan we zingen De Heere zegent jou. Doe je mee? Wat heb je goed je opgelet, zeg. Echt leuk dat je hebt gekeken. Maar helaas... Wat is er, Rick? Het is al klaar. Ja, dat weet ik. Maar weet je, volgende week is het gewoon weer. Echt? Ja, echt. Volgende week kunnen ze gewoon weer kijken op YouTube. Of ze kunnen gewoon naar de dienst komen hier zo, in de kindervertelling. Oh, dat is leuk. Nou, tot de volgende keer. Doei! Hey, doei jongens en meiden. Fijne dag en succes met knutselen!